Vandaag vond het Canadese erebegraafplaats aan de Zevenheuvelenweg in Groesbeek de jaarlijkse herdenking van Operation Fairy Table plaats. Meer dan 100 mensen trotseerden de kou om de herdenking bij te wonen, waaronder de burgemeesters van Bergendal en Kleef. Leerlingen uit groep 7 van basisschool Bredeweg in Groesbeek legden 14 bloemen bij verschillende graven. Een van hen las ook nog een gedicht voor. Bij Operation Ferry Table doorbraken de geallieerden twee van de drie Duitse verdedigingslinies richting de Rijn bij Wezel. Daarbij kwamen aan beide zijden duizenden mensen om het leven.